Discipline Dinsdag, goedemorgen, we zijn weer wakker, wakey wakey. Net voor de sunrise zijn we weer op pad. We rijden even snel langs de notaris, want die wilde nog een natte handtekening. Natte handtekening. Dus dat is blijkbaar een handtekening die je op papier zet en dan niet inscant, maar even langs brengt. Dus, of op de post doet. En op Discipline Dinsdag gaan we natuurlijk weer heel veel leuke dingen doen. Vandaag hebben we ook weer een drukke dag. We moeten weer eventjes naar een prospect toe. Eventjes kijken of we daar nog wat kunnen verkopen. Even kijken hoor. Zo, hartstikke idee. Ik ben zo terug. Oh, Timo, wat doe je dat snel? Nou hè, snel. Zo, dus we gaan eventjes met de toeristenroute naar Bilthoven toe. Het is Discipline Dinsdag en op Discipline Dinsdag gaan we natuurlijk weer werken aan onze doelen. Want gisteren was het maandag, tweede paasdag, heb je hopelijk al even wat doelen gezet om te zorgen dat je iets dichter bij je dromen gaat komen. En iets wat ik zou willen delen, dat is toch wel dat wat ik eigenlijk altijd 's ochtends en 's avonds doe, is mijn doelen opschrijven. En dat doe ik dus niet alleen op de maandag, ik doe dat ook voor elke dag. En ik denk, oh, nou, elke dag, ik heb dat al op maandag gedaan, moet ik dat ook voor elke dag doen? Nou, ja, dat zou ik wel doen. Want het is heel simpel, op het moment dat je elke dag je doelen opschrijft en je droom opschrijft, dan ben je dus dichterbij. Dan, dan heb je ze dus scherp op je netvlies staan, in plaats van dat je zegt... Ja, nou, ik heb maandag mijn doelen gezet en ik hoop ooit als ik 10 jaar verder ben dat ik geld heb en eigen bedrijf en hoop dat ik rijk ben en dat ik de wereld heb gezien. Ja, dat is leuk, maar dat is te algemeen. Je moet natuurlijk elke dag willen werken aan die doelen en dat kan alleen als je ook elke dag opschrijft wat je doelen voor die dag zijn. Wat je dus elke dag wilt gaan doen. Dus ik schrijf gewoon 's avonds op, oké, morgen wil ik... Dat project doen, ik wil die klant bellen, ik wil die nog even spreken, ik wil die nog even naar kijken, ik wil dit mailtje behandelen. De herrie eigenlijk in mijn hoofd, die ervoor zorgt dat ik zeg maar niet effectief kan werken, die schrijf ik gewoon op. Want als je het opschrijft, kun je het heel gestructureerd gaan afwerken, waardoor je dus veel sneller verder komt. En dat is een beetje waar heel veel mensen op vastlopen, die hebben 101.000 dingen om te doen en uiteindelijk doen ze helemaal niks. Dus dan betrap je jezelf erop dat je zit te swipen, of dat je weer lekker zit te internetten, lekker nieuws te lezen. Eigenlijk ben je niet productief, omdat je dus zoveel herrie in je hoofd hebt, omdat je zoveel wilt doen. Dus ik schrijf 's avonds op wat mijn doelen zijn voor de volgende dag. En 's ochtends schrijf ik ook mijn doelen op voor die dag. En op die manier zorg ik dat ik echt effectief werk, want het is niet alleen maar... Oh ja, je moet even opschrijven wat je moet doen. Het is echt heel nauwkeurig bijhouden wat je wilt doen. Dus niet alleen de herrie in je hoofd schrijf je van je af. Je zorgt er ook voor dat je natuurlijk dingen afkrijgt. Kijk, op maandag zit je natuurlijk je doelen. Hè? Je doelen, je dromen, helemaal top. Op dinsdag moet je de discipline erin krijgen. Dat is heel simpel. Want je kunt wel doelen stellen, maar als je geen discipline hebt, dan gaat het helemaal niks worden. Maar wat nog veel beter werkt... En waardoor je er ook veel meer energie in houdt, is elke dag je doelen opschrijven. Elke dag. Dus je hebt je lange termijn doelen, top, die plan je op maandag. Maar je hebt ook je dagelijkse doelen. Je hebt ook zoiets van, nou, ik wil graag morgen, wil ik dat en dat gedaan hebben. Of vandaag heb ik dit en dit niet gedaan, dus dat wil ik morgen gaan doen. Dus schrijf dat 's avonds en de volgende ochtend op. Dus je schrijft 's avonds op wat je eigenlijk niet hebt gedaan, of wat op je pad kwam, wat je denkt van, nou, dat wilde ik nog even doen. Maar hè, dat doe ik morgen wel, want dan vergeet je het niet. Hè. Dus je schrijft het 's avonds sowieso op. En de volgende dag vul je dat aan. Want de volgende ochtend ben je fris, ben je scherp, ben je helder. En omdat je in die status bent, omdat je op dat moment gewoon eigenlijk lekker net wakker bent en gewoon eigenlijk alles kunt overzien, heb je vaak goede ingevingen waarmee je wat kunt. Waardoor je dus nog meer uit je dag gaat halen. Het is echt niet alleen maar van... Ik heb een takenlijstje en ik moet dat doen. Het is echt wel dat je ook bedenkt van, nou, wat zijn nou mijn dromen en hoe ga ik zorgen dat ik die ga realiseren? Hoe ga ik zorgen dat ik het werk daarvoor ook ga doen? Want als je alleen maar droomt en denkt van, nou, ooit op een dag kom ik er wel, dan kom je er juist niet. En op het moment dat je alleen op maandag je doelen zet voor de lange termijn en niet je dagelijkse doelen, dan gaat het ook heel lang duren. Dus probeer ook die dagelijkse doelen te zetten. Want je wordt op een gegeven moment geleefd
door de mensen om je heen. Je wordt geleefd door de telefoontjes, de appjes, de mailtjes, de mensen die je kantoor of je werk binnenkomen. Je wordt geleefd door je mensen om je heen. En er is niks vervelenders dan heel veel plannen hebben, 's ochtends of de dag ervoor, en dan die dag zelf er niet aan toe komen en eigenlijk helemaal niks afkrijgen. Want je wilt juist dingen afkrijgen. Als je dingen afkrijgt, dan kom je dus dichter bij je dromen. En het is heel simpel. Mensen vinden het lekker als dingen klaar zijn, als dingen af zijn. Heel vaak als je je huis hebt opgeruimd of als je je auto hebt gewassen of als je bent wezen sporten, dan denk je daarna zo, lekker, heb ik even gedaan. Dat is het stukje beloning wat in je hersenen zit en dat heb je nodig. En daar word je gelukkig van, een stukje gelukshormoon. Dus zorg er ook voor dat het gebeurt met de dingen die je moet doen. Want je wil op een gegeven moment zoveel doen. Alleen doe je eigenlijk helemaal niks, omdat je zoveel moet doen. En eigenlijk, als je daar dus goed over na gaat denken en je gaat daar eens een lijst van maken, niet alleen per week, maar ook per avond en per dag, dan moet je zien hoeveel meer werk je verzet gaat krijgen. Hoeveel meer je gedaan gaat krijgen. Zelfs die onbenullige dingetjes met rekeningetje achteraan bellen, weet ik wat, een piepelatertje bestellen voor mijn andere tierenlantijntje, want dat irriteert me al maanden. Zulke dingen zitten je dwars, die vervuilen je hoofd om niet verder te komen, om niet productief te zijn. Dus maak er eens een gewoonte van. Naast je dromen die je zet op maandag, naast je doelen die je zet op maandag, ga je er ook voor zorgen dat je dagelijks effectiever gaat werken. Dat je dus meer gedaan krijgt. En dat ga je echt niet alleen krijgen door te denken, zo, nou, ik heb mijn droom op papier gezet en ik heb een LOE-cursusje gedaan en ik kom er wel. Nee, je moet echt veel meer inzet gaan geven. Je kunt echt niet zoals het doorsnee publiek, het doorsnee volk, zomaar een beetje lanterfanteren, een beetje van 9 tot 5, een beetje aanrommelen op je werk om vervolgens thuis de hele avond op de bank te gaan zitten Netflixen. Dat is geen instelling op het moment dat je verder wilt komen. En als je op dit moment gelukkig bent door op de bank te hangen, hey, helemaal top, lekker doen. Lekker blijven kijken naar mensen die meer hebben, die andere dingen doen. Lekker blijven zeggen, oh, dat is duur, dat kost echt veel geld. Of dat kost echt duur. Dat kost echt duur, dat is ook een mooie. Kost echt duur. Oh, weet je, dat. Weet je, in die zelfmedelijden, dat je denkt van, nou wel, ik ben zo zielig. Nee, je bent niet zielig. Je moet er gewoon voor willen werken. Even die handjes uit de mouwen. Het is echt niet dat je tot je dood je kapot moet werken en dat je 's ochtends vroeg eruit moet en dat je dingen moet doen. Het is gewoon voor een x aantal jaar, weet je wel. Betaal die prijs vandaag. Betaal die prijs vandaag om op een gegeven moment gewoon elke prijs te kunnen betalen. Dan maakt het niet meer uit. Als je nu investeert en later zelf investeert, dus niet ergens in een potje waar je wat centjes in zet, maar zelf investeert in later, dan zul je zien dat je jezelf later dankbaar bent. Dat je denkt, hey, dat is toch fijn dat ik, weet ik wat, 10 jaar geleden een keer die stap heb gemaakt om meer voor mezelf te gaan doen, zodat ik later daar meer aan heb. Als iedereen later nog aan het werk is, of iedereen later nog aan het bij elkaar schrapen van geld is en krap in zijn tijd zit en noem het allemaal maar op, dan kan jij gaan zeggen, joh, ik heb het gewoon op de rit gegooid na 10 jaar terug en ik heb het nu gewoon voor elkaar. Denk er eens over na van hoe ga ik mijn dagen maximaliseren. En het is heel simpel, ik doe dat door 's ochtends mijn to-do-lijst te maken, maar ook 's avonds. Op het moment dat ik hem alleen 's ochtends maak, ben ik vergeten wat ik 's avonds ook weer in mijn hoofd had. En als ik ze 's avonds en 's ochtends maak, dan zal je ook zien dat die lijsten elkaar aanvullen. Dat je dus niet alleen maar 's ochtends die dingen hebt, maar dat je ook 's avonds dingen hebt waarvan je denkt, wacht eens even, ik wil veel meer doen met mijn leven dan dat ik nu doe. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het is Discipline Dinsdag en we gaan weer knallen natuurlijk. We hebben er weer zin in. Het is een mooie dag. Het is lekker 10 graden buiten. We gaan weer hard werken aan onze dromen. Zorg dat je nog even knalt, want waarschijnlijk zaterdag is het ook voor de meeste mensen een dag dat ze eraf liggen of aan het werk zijn voor de festivalen. Zondag ligt waarschijnlijk 9 van de 10 mensen lekker een beetje te hangen op de bank. Dus pak die productiviteit. We hebben maar 4 effectieve dagen. Dus pak je maximale capaciteit om te zorgen dat je gaat werken aan je dromen. Want leef niet als een zombie. Ik wens je een hele fijne dag en ik zie je in de volgende video.